Dus voor dat paard is het ook makkelijker om zijn hals wat hoger te dragen. En je wil eigenlijk altijd eerst beginnen daar waar het voor het paard makkelijk is. We zijn nu bij Bastiaan de Recht. Ik heb met Bokke samen les. En ik zou aan Bas willen vragen of wij kunnen werken aan meer verzameling in de galop. En waar ik nou natuurlijk met een Fries goed de hoofd-halshouding, wanneer die goed is. Want dat vind ik wel moeilijk, want Bokke kan makkelijk een beetje zo met zijn kin wat terugknikken. Dus ik hoop dat Bas daar goede tips voor heeft. Ja, je wil werken aan de hoofd-halshouding. Ja. En je had mij al verteld ook dat hij een hele grote voorwaartse galop heeft. Ja. En hoe kunnen we dat verzamelen? Ja. Nou, maar, ga maar stappen. En dat is wel leuk. Mooie thema's in dat, want dat is ook iets wel wat echt bij Friese altijd een thema is. Die worden natuurlijk snel kort in de hoofd-halsverbinding. En als je veel met je hand moet doen, dan ja, worden ze sneller kort in de hoofd-halsverbinding. Nou, dan gaan we eerst even kijken, draaf maar aan, wat die, waar hij voor kiest, zeg maar, qua hoofd-halshouding. Ja, nou, dit zie je, wat hij eigenlijk nu doet, dat zie je heel, dat Friese dat heel makkelijk kunnen. Zodat ze een beetje achter het bit komen en in die hoofd-halsverbinding te nauw worden. Dus wat wil je? Ga met je hand heel erg richting de oren. Dat je hem eigenlijk de lengte en ruimte geeft. En daar geef je een beetje been. Dus je hand geeft de opening voorwaarts opwaarts en je been zet het paard daar naartoe. Nu is het eigenlijk al goed, is hij daar al uit. Dus dat is heel makkelijk opgelost bij deze, gelukkig. En als je er dan weer ietsje achter kruidt, zoals hier, is minimaal, dan doe je dat hier. Doe je het weer, je hand iets naar voren en een kleintje voor. Daar. Kijk, en nou gaat hij zelfs bijna een beetje te ver. Maar dat is in het begin niet erg, want je wil juist dat hij meer naar het bit toe gaat en het bit meer meeneemt. Horizontaal, dus recht naar voren. Of een beetje omhoog, maar eigenlijk niet naar beneden. En je wil niet dat hij weggaat voor het bit. En weer ietsje openen. Hand iets omhoog. Daar. Goed zo. En dan wil je dat paard leren eerst in de houding waar dat lukt. Dus hier. Verbinding aan te nemen. Op dat bit. Een verbinding tussen jouw been en je hand te creëren. En natuurlijk als die dat heeft, dan wil je het paard ook lager kunnen rijden. Meer richting hals trekken. Maar dan moet hij ook daar in de hoofd-halsverbinding meer openen. Dus op zich, hij gaat goed laag. Alleen hij moet zich nu ook langer maken. Goed zo. Dus ook als hij dan zakt, dan geef je ook je hand wat naar voren en je rijdt drijf wat bij. Maar je ziet dat dat eigenlijk moeilijker is in een halstrekkende positie. Hè? Dus is het beter om dat te oefenen eerst hier in een horizontale houding die hij net even had. Of in iets meer de hoge houding. En dat is ook logisch, want dit paard is, heeft een verticale hals aanzet. Dat is verticaal gebouwd. Dus voor dat paard is het ook makkelijker om zijn hals wat hoger te dragen. En je wil eigenlijk altijd eerst beginnen daar waar het voor het paard makkelijk is. Dus als je eerst in een wat hogere hoofdhalshouding, zoals hier, een gewone verbinding creëert. Gewone aanleuning naar het bit, die hoofdhalsverbinding wat kan openen. Dan kan dat later eigenlijk pas, terwijl die hals trekt. Daar ja. Daar ja. Eigenlijk moet je hebben dat hij net iets te veel doet. Dat hij je hand net iets te veel mee naar voren drukt. Eigenlijk een beetje eruit komt. Ze mag nog iets meer zitten. Daar. Nou, maakt niet uit. Braaf. Precies. Liever ietsje meer te veel eruit. En dat is bij dit paard. Hè? Dus niet bij elk paard. Maar deze wil je eerst wat overdreven. Dat hij het bit mee naar voren neemt. Voordat je het bit eigenlijk weer meer aan kan nemen. Ja, dat. Daar. Goed. Goed. Ja, als hij voor jou te hard gaat, dan moet je natuurlijk opvangen, maar eigenlijk gaat hij dat niet. Dan wil je vooral dit waar hij nu loopt, gewoon hier meters in maken om hem stabiel te laten worden. En je voelt wel, denk ik, als hij net iets te veel uitdrukt, dan verlies je een beetje de verbinding in de rug, hè, bij rond de schoft. Dus dan neem je een tikkeltje aan. Maar het is super weinig, want hij heeft ook maar heel weinig hand nodig, deze. Dat is heel mooi. Ja, hier is ook weer goed. Hoefslag volgen. En dan zo bij K van hand veranderen. En weer ietsje naar voren brengen, de neus. Daar. Dus je moet bij hem in alles wat je doet, in al het sturen, stellen, sluiten,
heel voorzichtig zijn met je hand, dat die niet op je handhulpen korter wordt. Grote volte. Dus is elke keer na een hulp met je hand, moet je hem eigenlijk weer opnieuw zeggen van ga mooi van me af. Dit is heel goed. Dit is heel fijn nou. Nou heeft hij ook heel stabiel daar aanleuning. Heel goed. Grote hoefslag volgen. Daar komt hij iets te veel eruit, dus daar kan je ietsje aannemen. Goed. En dat punt probeer je dus ook op te zoeken, dat hij er eigenlijk net iets te veel uitgaat, zodat je eindelijk dan je hand iets kan aannemen, zonder dat hij er gelijk achter is. En stel, hè, want elk paard is uniek, zijn eigen aanpak nodig. En bij deze werkt het heel goed zo. Maar je hebt natuurlijk ook Friesen als die rij maar eens wat voorwaarts, nog meer voorwaarts. Dat als je de teugel wat geeft, je rijdt voorwaarts, dat ze te hard gaan en zich er wat uitdrukken. En dat je toch wat hand nodig hebt. Nou ja, stel dat dat zo is, dan moet je natuurlijk iets remmen. Dus remmen maar. Remmen maar af, neem je teugels meer aan. En dan is het heel belangrijk dat je eerst voelt dat die op je hand dan ook afremt. Dan wordt hij waarschijnlijk te kort in de hals. En remmen meer. Dan moet je echt zorgen dat hij remt. En als hij dan remt, dan zeg je met je hand goed zo en nou weer op lengte. Maar zonder te veel hard te gaan. Zodat de handhulp uiteindelijk wordt van oké, rem, maar niet altijd automatisch, oh kort. Dus je wil de reactie die je wil, wil je eerst voelen. Remmen, hij remt. En dan zeg je oké, en nu daarbij gewoon weer op lengte. Nou, dan zal hij misschien weer harder gaan. Dan haal je dat weer. Rem, rem. Remt hij en weer lengte. Dus rem hem nogmaals. En je hand naar de oren. Kijk, nou werd hij al niet heel kort, dus dat is alleen maar heel goed. Maar als dat dus wel het geval is, dan probeer je. Je wil één reactie op je hand, remmen. En niet remmen en kort worden. Dus je remt, is de reactie daar. Geef je hand naar voren om hem weer uit te leggen. En eventueel omhoog, zodat hij de neus naar voren en omhoog blijft dragen. Totdat jij kan remmen met behoud van dezelfde hoofd-halshouding. Daar gaat dat eigenlijk om. Nou, stel je Fries drukt de rug weg en is heel erg in extensie, dan is het een ander verhaal. Dan moet je meer zorgen dat hij meer over de rug wordt in een misschien lagere houding en wat ronder. En van daaruit werk je toe naar hoger. Doe hem nou eens een keertje even te veel aannemen, dat hij echt heel kort wordt in de hoofd-halsverbinding. Ja, dan mag nog meer. Dit, precies. En nu is die zo kort en eigenlijk zo in de voorhand, dat je hand ook niet meer kan remmen. Hij kan dat in het lichaam dan eigenlijk ook niet verwerken. Dus als hij nou ook nog eens heel hard zou gaan draven in deze houding, en jij wil met je hand remmen, dan krijg je alleen maar dat hij korter wordt en niks remt. Dus dan breng je hem eerst eens uit die houding, zodat hij weer met de neus gewoon wat voorkomt, wat opent. Dan ga je remmen. Zeg je, ho. En je geeft je hand weer. En rem maar weer. Ja, braaf. Daar bleef hij heel mooi op lengte in het remmen. Dus dat is dan eigenlijk het idee. Ik ben heel erg blij met de tips die ik heb gekregen van Bas. Ik merk ook heel erg dat Bokke er goed op reageert. Ik ga hier thuis hard mee aan de slag. En dan hoop ik jullie over een aantal weken de progressie te kunnen laten zien.